En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Gedurende de avond en nacht komen er perioden met buien voor in het binnenland. Voor het kustgebied is er een enkele regenbui mogelijk. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel, mogelijk mist, in bepaalde gebieden. Morgen zal het lokaal tijdelijk bewolkt worden met kans op een bui. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig wordt met enkele windstoten in de middag, voornamelijk in het kustgebied. En tot zover dit gedeelte van het ATV-journaal.